Mijn naam is Engbert-Jan Ruitenberg. Ik ben de lijsttrekker van de ChristenUnie hier in Oldebroek. En ik wil graag iets vertellen over het verkiezingsprogramma van onze partij. De ChristenUnie is een partij die geloven dat we geschapen zijn naar Gods beeld. Met als doel te leven tot eer van Hem en onze naasten lief te hebben als onszelf. We willen niet een samenleving waarin we het alleen zelf maar goed hebben. We willen niet alleen een wereld waar we het alleen zelf maar goed hebben, maar een wereld waar we omzien naar elkaar. Die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen. Daar geloven we in. Bij het maken van keuzes willen we ons laten leiden door Gods woord, de Bijbel. We hebben in onze gemeente een samenleving waar we trots op zijn. Een samenleving met mensen die nog omzien naar elkaar. En die ervaren dat je daar rijker van wordt. Daarom sta ik hier ook bij de Talter in Oldebroek. Een van de 6 mooie dorpshuizen die we hebben in onze gemeente. De dorpshuizen staan wat mij betreft symbool voor de plaats waar mensen elkaar ontmoeten. En daar willen we als ChristenUnie ook zijn. Midden in de samenleving. Wat betekent het dan voor de politieke keuzes die we maken? Ik wil een aantal thema's uitlichten. Minder regels, ook voor het bedrijfsleven. We willen ondernemers de ruimte geven. Zij zijn immers de motor van de economie. Maar wel altijd in samenspraak met de omgeving. Van een hele andere orde zijn de taken die de Rijksoverheid overdraagt aan de gemeente. De thuiszorg, de WMO, maar ook de jeugdzorg. Een hele verantwoordelijkheid. Daar zijn we ons van bewust. Het belangrijkste punt wat we daar als ChristenUnie in willen nemen, is dat wat ons betreft de mens altijd centraal staat. En niet de regels en de bureaucratie. We denken dat in de toekomst de rol van de mantelzorger nog steeds belangrijker zal worden. En daarom willen we ook dat deze mensen goed ondersteund en begeleid worden. Zodat ze de vaak zware taak ook vol kunnen houden. Door de vergrijzing, maar ook door de werkeloosheid, zullen er steeds meer mensen zijn die zich tijdelijk of langdurig niet kunnen redden. We vinden het belangrijk dat we daar als overheid ook ondersteuning voor bieden. Persoonlijk en op maat. We hebben niet alleen zorg voor mensen, maar ook zorg voor de schepping. We wonen in een prachtige gemeente en dat willen we ook graag zo houden. Daarom willen we inzetten op duurzaamheid, in de breedste zin van het woord. We willen inzetten op energiebesparing, maar ook in het opwekken van duurzame energie. Daarin kunnen we als gemeente zelf het goede voorbeeld geven. We denken dan aan het plaatsen van zonnepanelen op overheidsgebouwen. Maar ook duurzaam bouwen en bouwen naar behoefte is wat ons betreft een belangrijk punt. De tijd van grote woningbouwprojecten is voorbij. En daarom willen we inzetten op bouwen naar behoefte, ook in de kleine kernen. Dit zijn allemaal punten waar we als ChristenUnie voor staan. Waar we in geloven. Geen hoge ambities, maar haalbare doelen. Daar willen we verantwoordelijkheid voor nemen. Dat hebben we de afgelopen periode ook gedaan. Ook al was het wel eens wat moeilijk, met allerlei wisselingen van mensen, door wat voor omstandigheden dan ook, maar we zijn er niet voor weggelopen. De afgelopen periode zelfs met 2 wethouders van de ChristenUnie. Er is hard gewerkt. Veel zaken zijn afgehandeld. En als we het eind van de periode de balans opmaken, dan mogen we constateren dat de meeste punten uit het verkiezingsprogramma gewoon zijn afgehandeld. Als lijsttrekker van de ChristenUnie mag ik u vertellen waar we voor staan. Maar ik hoef dat gelukkig niet alleen te doen. We hebben een lijst met stuk voor stuk mooie mensen. Die allemaal gedreven zijn en zich gedragen weten door de liefde van God. Met allemaal hun eigen kwaliteiten uit verschillende delen van deze gemeente. Herkenbaar en aanspreekbaar. Die geloven in dit programma. U toch ook? Daarom is ons motto: Oldebroek, geloof daarin. Stem 19 maart, lijst 1. ChristenUnie. Goedendag, mijn naam is Henk Kemp, een lijsttrekker voor de VVD in de gemeente Oldebroek voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
staan natuurlijk niet bij toeval bij het hele grote bord van het bedrijventerrein H2O. Het symboliseert de richting waar de VVD de komende 4 jaar naartoe wil. Vooruitgang en economische groei. En het is natuurlijk dat wij heel erg trots zijn op deze A-locatie. Met een bijzonder veel mogelijkheden voor de toekomst. Dit plan staat voor initiatief. Besluitvorming, ondernemen, gewoonweg durven. Maar het bedrijventerrein moet dat niet alleen uitstralen. Dat doen ook uiteraard al die enthousiaste ondernemers die zich hier willen vestigen. Maar we willen ook graag dat de toekomstige bestuurders van de gemeente Oldebroek dat ook doen. Inpikken, zo snel mogelijk willen doorbijten en besluiten durven te nemen. En uiteraard ook alle mogelijke bronnen aan willen boren, met name bij de provincie, over de financiën. Want geld zal het gaan kosten nog, de ontwikkeling. De komende 4 jaar zal dan ook de VVD willen strijden om de aansluiting op de A28 vlak achter ons, om die zo goed mogelijk en zo snel mogelijk te realiseren. Niet alleen maar voor de ondernemers die op dit moment hier al zitten, maar zeer zeker ook voor de investeerders in de toekomst. Daarnaast zal die ontsluiting ook belangrijk zijn om de verkeersstroom van de Wezep-inwoners om dat te bevorderen. Economie en groei, bedrijven, dat zorgt uiteindelijk dat er geld op tafel komt. En met die economische groei zijn wij dan ook in staat om de gemeentelijke taken op een goede manier uit te voeren. Maar daarnaast ook verenigingen, clubs en dergelijke een steuntje in de rug kunnen geven waar nodig. De uitwerking van de jeugdzorg, de AWBZ en de WMO komt ook op het bord van de gemeente. En daar zal straks ook geld voor moeten zijn. De VVD staat voor initiatief, werkgelegenheid en economie. Maar ook voor durf en uitdagingen. Daarnaast zeggen wij ook, wij willen zo mogelijk de jeugd van Oldebroek voor de gemeente behouden. Ook met name met passende woningbouw. En zo gauw mogelijk lage lasten. Daarom vraag ik ook u, stem VVD. Steun ons de komende 4 jaar. En dan zal de VVD het verschil maken. Goedendag, mijn naam is Harald Soet. Ik ben lijsttrekker van de Oldebroekse CDA. CDA Oldebroek is een lokale partij. We hebben mensen uit alle lagen van Oldebroek. Alle plaatsen van Oldebroek, alle kernen. En dat vinden we juist zo belangrijk. Want wij voelen ons lokaal verbonden met de inwoners van Oldebroek. En daarom willen we ook graag weer voor de komende tijd een sterk CDA in Oldebroek. Een sterk CDA die zal gaan voor een goede economie. Want ook u bent gebaat bij werkgelegenheid. En als u werk heeft, een huis. En als er huizen zijn, kunnen we ook weer aan school en onderwijs gaan werken. H2O is echt een gebied wat veel heeft te bieden voor ondernemers. De Oldebroekse CDA is een partij voor jong en oud. Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wij rekenen op uw stem. En daarom 19 maart CDA Oldebroek. De lokale partij. Nou, we staan hier bij de Veldheem. De nieuwe Veldheem in aanbouw, zoals u ziet. En waarom deze locatie? Deze locatie hebben we gekozen omdat er in de toekomst heel veel, echt heel veel, op sociale zorg naar de gemeente Oldebroek toekomt. De Partij van de Arbeid heeft altijd gestaan voor het sociale vlak. En op het sociale vlak komt de komende jaren ontzettend veel op ons af. Daarom hebben wij als Partij van de Arbeid ook gekozen dat wij weer naar de mensen toe willen. Wij willen zowel naar de mensen toe die problemen hebben, het luisterend oor zijn. En waar problemen zijn, willen wij de helpende hand uitsteken. Er komt inderdaad heel veel op de gemeente af. Er zijn heel veel veranderingen die ze in Den Haag bedacht hebben. Heel veel van de zorgdossiers, of misschien hebt u wel eens gehoord van de participatiewet, dat soort zaken, komt naar de gemeente toe. En onlangs is ook besloten dat de jeugdwet ook doorgaat. Dus ook de gemeente wordt verantwoordelijk voor jeugdzorg. Dat klinkt allemaal heel ver weg. En dat klinkt allemaal heel erg groot. En dat is het ook. En het wordt ook heel veel zorgelijk bekeken. Want wat moet de gemeente ermee? En het zijn allemaal bezuinigingen. Er zitten ook uitdagingen bij.
en positieve uitdagingen. Want wij kunnen inderdaad als lokale overheid nu inderdaad de invloed nemen dicht bij de burgers in plaats van dat Den Haag zaken beslist. Daar willen wij als PvdA ook voor staan. Wij zijn niet bang voor die nieuwe toekomst. Er moet heel veel gebeuren. Er gaat heel veel zaken die gaan verschuiven naar mantelzorg, maar ook in de samenleving moeten gewerkt worden aan allerlei zaken zoals het onderhoud van je eigen omgeving. Maar daar moet de overheid niet loslaten. Daar moet de overheid overdragen, een actieve rol spelen. Daar moet ze betrokken zijn en samen met de burgers beleid maken, daar waar het mogelijk is. Er zijn taken die de gemeente zelf moet doen. Er zijn ook taken die ze lokaal kan afspreken met het verenigingsleven, met een straat, met een wijk, met een buurt. En dat zullen ze moeten vormgeven als het aan de PvdA ligt. Dat geldt voor raadsleden, dat geldt voor het college, dat geldt voor ambtenaren, een dienstbare overheid. De PvdA blijft erin geloven dat de overheid namelijk voor ons allen is. En dat we die hebben bedacht voor de solidariteit, zodat niemand wegvalt. Mensen die niet kunnen meedoen, die helpen wij. Wij zijn een beschaafde samenleving en daar staat de PvdA voor. En iedereen die wel kan meedoen, die krijgt ook de ruimte om mee te doen. Dus de politiek moet niet meer alleen beslissen. De politiek moet geen dikke beleidsplannen meer maken. De politiek moet de wijken indurven, moet de samenleving ingaan. En daar eerst geluid halen voordat ze beleid maken op zaken die de burger zelf aangaan. En die de burger eigenlijk ook zelf betaalt. En dat geldt voor de zorg, dat geldt voor onderhoud van je buurt, groen, speeltuintjes. Een actieve, betrokken overheid. Wethouders hebben geen zakken geld meer. Dan gaan ze maar vier jaar lang de samenleving in. En daar de contacten maken met het verenigingsleven en met de buurten en met de verenigingen. Gemeente Onderbroek heeft altijd al hele sterke verenigingsleven gehad. Met heel veel vrijwilligers. Dat was de kracht van de gemeente Onderbroek. En het mag niet zo zijn dat allemaal verloren gaat. Je moet en je zult ook vanuit de gemeente Onderbroek deze verenigingen moeten blijven ondersteunen. Want er is niks belangrijkers dat de kinderen dat die een stuk opvoeding, extra opvoeding krijgen binnen deze clubs en binnen deze onverenigings. Je hebt zowel op voetbal, muziek, schietverenigingen, volleybal, ja, te kort om op te noemen. Op alle vlakken hebben we binnen gemeente Onderbroek hele mooie, goed draaiende verenigingen. En dat is gewoon belangrijk voor de samenleving. Als je daarnaar kijkt hoe het vrijwilligersleven binnen die verenigingen opgebouwd is, dat stukje, dat moeten we binnen de gemeente Onderbroek ook leren daar weer te brengen in de wijken, in de dorpsgemeenschappen, om dat op te pakken. Met elkaar zullen we dus. Dus het gaat erom dat je het met elkaar doet en voor elkaar. Nou, onze leus is, het roer moet om, want dat moet ook om. Het is niet meer zoals het vroeger was, dat we bakken met geld hadden om alles te kunnen doen. Nee, we moeten nou juist zuinig zijn op elke cent die we hebben. En dan moet je het met elkaar doen, anders kom je er ook niet uit. En daar gaan we voor staan en daar willen we met helpen. De Bijbel als basis. Dat is waar de SGP voor staat. De Bijbelse waarden en normen willen we als uitgangspunt nemen. Wat ons betreft geeft dat een goed evenwicht tussen het individuele belang en het belang van de gehele samenleving. Wat betreft de christelijke waarden en normen zien we graag dat die tot uiting komen in de publieke ruimte. De zondag als dag van God is een rustdag. Dan mogen de mensen rusten. Wat de SGP betreft zijn de winkelopenstelling op zondag funest voor onze gemeenschap. Openstelling van winkels op zondag is wat de SGP betreft niet aan de orde. Het gezin is voor de SGP de ruggengraat van de samenleving. Wat de SGP betreft moet dan ook de hulpverlening in het gezin beginnen en het welzijn van het hele gezin voorop stellen. Een goed gezinsbeleid zorgt voor toekomstbestendig beleid. De gemeente wordt verantwoordelijk voor taken vanuit het Rijk. Het is van belang dat de gemeente garant blijft staan voor keuzevrijheid. Dat houdt in dat mensen die zorg vragen op basis van christelijke identiteit kunnen kiezen voor identiteitsgebonden zorg. Een oplossing om de extra taken van de gemeente voor elkaar te krijgen is Onderbroek voor elkaar. Dit leidt tot minder overheid. De samenleving moet de ruimte krijgen om zonder allerlei overheidsbemoeienissen zich te ontwikkelen. Wat de SGP betreft is Onderbroek voor elkaar een kans om verder te komen. Door extra bezuinigingen vanuit het Rijk zal ook de gemeente Onderbroek meer moeten bezuinigen. Voor wat de SGP betreft
wordt er niet meer bezuinigd op veiligheid en op de kwetsbaren in onze samenleving. De zorg voor onze kwetsbaren moet gegarandeerd blijven. SGP wil de lasten voor onze inwoners van de gemeente zo laag mogelijk houden. De lasten moeten dan ook niet meer stijgen dan het inflatiepercentage. De SGP wil samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving. Stem 19 maart SGP. Ja, dit is de bekende rotonde van Schaftenaar, zoals het dan heet, genoemd naar het garagebedrijf hiernaast. Maar dit moet de toegangsweg worden tot ons HWO-terrein. Het gemeentebestuur van Oldebroek is van mening dat dit toch wel een zeer groot probleem is. De filevorming bij deze rotonde namelijk. En dat is de reden waarom men al het verkeer wat naar het HWO-terrein, het industrieterrein moet gaan, dat moet worden omgelegd. Nou, u begrijpt het al. Deze enorme verkeerschaos die hier voortdurend is, moet je natuurlijk bestrijden. Dus gaan we doen met een extra afrit op de 28, met een extra rotonde, met een extra parallelweg langs de 28. En dit geheel kost ongeveer, het kan ietsjes meer worden, maar waarschijnlijk 16 miljoen euro. Die 16 miljoen euro, daar gaat de provincie 5 van betalen. En de andere 11 miljoen, ja, dat weten we nog even niet. Dat hebben we ook niet. Maar goed, dat zien we later wel. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat het enorme probleem van de enorme filevorming van deze rotonde voor 16 miljoen is opgelost. Uiteindelijk betalen de bewoners dit. En ABO is toch echt van mening dat je die 16 miljoen, als je ze al zou hebben, toch op een betere manier kunt uitgeven. We staan hier op een willekeurig moment, op een woensdagmorgen 10 uur, bij de rotonde. En iedereen kan nu zien hoe druk het hier is. Iedereen kan zien hoeveel minuten, uren de mensen in de file hier stilstaan. Is dit 16 miljoen euro waard? Dacht het niet. We staan nu bij de locatie Spakman-Souwman. Ja, die locatie noemen we zo in Oldebroek aan de Stationsweg. Omdat hier heel vroeger het meubelbedrijf Spakman zat. En later is het pianohandel Souwman daarbij ingekomen. Spakman-Souwman is verdwenen. En hier zou nieuwe woningen gaan komen. Dit project is al enige jaren oud. En het gaat een nieuw drama worden in Wezep Oldebroek. Hier moeten namelijk huizen komen, maar de gemeente en de projectontwikkelaar hebben contracten afgesloten, maar iedereen heeft daar een andere uitleg in. Het gevolg is dat de gemeente de eerste ton er moest bijleggen om deze privéonderneming te ondersteunen om hier huizen te bouwen. Toen de eerste ton op was, zei de projectontwikkelaar, ja, het is allemaal nog wat moeilijk. En binnenkort gaat de gemeente Oldebroek de tweede ton euro hier insteken. Wat gaat hier de komende jaren gebeuren? Nou, ik ben bang van niets. Waarschijnlijk gaat de gemeente nog heel veel geld douwen in dit project. En zal het nog jaren, vele jaren duren voordat hier huizen komt. Men is een gevangene geworden van het project omdat de gemeente geen goede afspraak hierover gemaakt heeft. Wat we wel heel goed kunnen doen is alle bomen kappen. Men heeft een kapvergunning aangevraagd op de Stationsweg 61. Dat is aan de andere kant. En tot grote verbazing en verbijstering van alle buurtgenoten, dus werden alle bomen hier gehakt. Want er komen huizen komen. Nou, de bomen zijn weg en de huizen zijn er nog niet. En de gemeente gaat nog vele, vele tonnen euro's hier insteken. Het wordt een drama. Geweldig jammer, want we kunnen het geld toch op een veel betere manier besteden. Huizenbouw is goed, maar niet met heel veel geld van de gemeente. En zeker niet bomen kappen, terwijl er nog geen enkele plan is wanneer het huis gaat komen. Dit had niet gehoeven zo. Dit is het prachtige zwembad in Wezep, de Veldkamp. Inderdaad, een zeer mooi zwembad waar heel veel mensen met heel veel plezier aan zwemmen. Er is dus niets bezig en ABO is ook zeker van mening dat het zwembad open moet blijven. En wat ons betreft zoveel mogelijk en ook op andere uren. Zwemlessen voor kinderen zijn heel belangrijk. En het heeft ook zeker een opvoedkundige en een sportieve functie. Het probleem van het zwembad is echter dat het niemand, maar ook echt helemaal niemand duidelijk is wat nu het zwembad daadwerkelijk kost. Wij, maar ook andere partijen, zijn al jaren bezig om te vragen aan de gemeentebestuur, vertel ons nu eens wat kost dit zwembad aan onderhoud enzovoort.
Deze vraag is al 4 jaar lang door ABO gesteld en nog nooit hebben wij een antwoord gekregen. Onlangs is er een commissievergadering geweest waarin men verzocht om wederom 1,7 miljoen uit te geven aan dit gebouw omdat het allemaal weer verbouwd moet worden. En weer hebben wij de vraag gesteld, wat kost dit nu? Want in de boeken staat wel dat we er elk jaar 4 ton, 400.000 euro aan verlies leiden. Maar waarschijnlijk is dit bedrag enige tonnen hoger. Ik zeg enige tonnen, omdat nog de wethouder, nog de ambtenaar, nog het gemeentebestuur in staat is om te zeggen wat hier daadwerkelijk wordt uitgegeven. Overheadkosten, dat is een duur woord voor allerlei kosten die erbij komen, zijn volstrekt onbekend. En het gemeentebestuur is waarschijnlijk ook de komende jaren niet in staat om gewoon te zeggen wat kost dit. Stel, uw gezin zou zeggen van wat zou de vakantie dit jaar kosten? Of wat zou de brood kosten? En u zou kunnen zeggen, ik heb geen idee wat het kost. Wij geven het elk jaar uit, maar we hebben geen idee wat het kost. Zou dat bij een gezin ook zo werken? Denk het niet. Bij Oldenbroek? Ja, bij Oldenbroek kunnen wij geld uitgeven zonder dat we weten wat we uitgeven. Maar het is een mooi zwembad, dat wel. Maar het geld, dat gaat er ook op. We staan hier op het industrieterrein H2O. Wie zal het niet kennen? Dit enorme terrein van vele tientallen hectare staat helaas nog steeds leeg. Het staat al langere tijd leeg. We zijn die uitzending begonnen met de rotonde van Schaftenaar om aan te geven dat al dat verkeer hier naartoe moet gaan. Nou ja, u ziet het al een beetje. Het is een vrij leeg verhaal. Is dat erg? Ja, dat is heel erg, want het is natuurlijk een goed idee geweest destijds. Destijds is het industrieterrein ruim 10 jaar geleden ontwikkeld. En let wel, in die tijd was het een goed idee. Ik denk als ABO toen in de gemeenteraad had gezeten, hadden wij hier ook voorgestemd. En waren wij zeker ook een voorstander geweest om hier een industrieterrein aan te leggen. Helaas is de economische ontwikkeling anders gegaan, dat had niemand kunnen voorzien. En het gevolg is wel dat we hier naar een wat troosteloos enorm terrein kijken. Dan kun je natuurlijk 2 dingen doen. Bij de pakken neerzitten. Nou, dat is niet voor ABO. Je kunt natuurlijk gewoon door blijven gaan op de weg die je altijd gedaan hebt. Door heel hard te roepen dat er ooit industrie gaat komen. En dat er ooit logistieke bedrijven gaan komen. Maar iedereen die toch een beetje verder kijkt als zijn neus lang is. Zal zien dat dat ook niet echt reëel is. Maar we hebben het terrein wel. Probeer dan op een wat creatieve manier iets van dit terrein te doen. Ga af van bepaalde bewaande wegen. Ga niet voortdurend hetzelfde doen. Maar ga kijken, zijn er andere mogelijkheden? Je kunt hier een enorm evenemententerrein van maken. Om te kijken wat dat voor mogelijkheden zijn. Je zou hier zonnepanelen op kunnen zetten. Hier kun je duizenden zonnepanelen neerzetten om alternatieve energie op te wekken. En dat is natuurlijk een veel betere bestemming en een veel beter idee als het voortdurend maar door blijven gaan, hopen tegen het betere weten in dat hier ooit grote industrieën gaan komen. Het is jammer dat er niet andere mogelijkheden bekeken gaan worden. En ABO zou daar een grote voorstander van zijn. Niet bij de pakken blijven neerzitten, niet terugkijken wat allemaal verkeerd ging, maar vooruitkijken, maar niet vooruitkijken op dezelfde manier. Maar kijk eens anders naar het probleem. Probeer het eens anders te doen. En dat gaat soms veel beter. 19 maart zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. En ik weet dat heel veel mensen die ook naar deze uitzending kijken, zullen denken, ja, politici, ze zijn allemaal hetzelfde. Ze denken alleen maar aan zichzelf en ze zijn met zichzelf bezig. Ik denk niet dat dat voor ABO geldt. Wij zijn geen mensen die een baan willen in de politiek. Wij doen het puur omdat we denken dat het goed is als een gemeente goed bestuurd gaat worden. We zijn een kritische partij, maar daar zijn we natuurlijk ook voor. Wij willen geen baantjes, wij willen geen zelf wethouders worden. Dat is allemaal niet nodig. We willen het goed besturen. Maar dat kunnen we natuurlijk alleen maar op 1 manier, namelijk dat u stemt. U hoeft echt niet op ABO te stemmen. Als u liever op een andere partij stemt, vind ik het ook goed. Maar wat ik enorm zou betreuren, is dat u niet gaat stemmen. Want niet stemmen betekent eigenlijk dat u zegt, ik heb er niets mee te maken. Ik heb niets te maken met onze samenleving. Ik heb niets te maken met de toekomst van Oldenbroek. En ik heb eigenlijk helemaal niets te maken met andere mensen. Dat is naar mijn idee verkeerd. Dus ga stemmen op 19 maart. Ga stemmen. Breng uw stem uit. Zeg wat uw mening is. Ja, en als u dat op ABO zou willen doen, dat vind ik natuurlijk prachtig, maar ga in ieder geval stemmen. Dank u.